dankjewel Anita voor de mooie introductie. En ja, vorig jaar zaten we midden, net voor de lockdown, te bespreken dat ik hier zou zijn. Maar uiteindelijk is het toch gelukt en gaat het allemaal digitaal gebeuren. Nou, iedereen die kijkt, vooral mijn moeder kijkt ook vanuit Suriname, dus ik groet haar even. Nee, dat ze kijkt. Voordat ik begin over mezelf te praten, wil ik het hebben over Sophie Redmond. Want het is natuurlijk de dokter aan de Sophie Redmond lezing. En ik ben in Suriname opgegroeid, dus Sophie Redmond is mij heel erg bekend. En dat is, ja, het is een eer. Toen ik gevraagd werd door jullie, dacht ik, wauw, oké, ik heb het gemaakt. Hè? Wanneer je eigen mensen je vragen, dan heb je het echt gemaakt, zeg ik altijd. De titel van mijn speech heet Gebruik je invloed om impact te maken. En Sophie Redmond is iemand geweest die impact heeft gehad op de Surinaamse samenleving. Toen ik haar verhaal las, was ik onder de indruk, maar ik was ook een beetje verdrietig. Omdat ik dacht, Sophie Redmond heeft maar 48 jaar geleefd. Dat is best kort. Maar ondanks die 48 jaar heeft ze heel veel impact gehad. En wat ik heb geprobeerd met dit verhaal is om te vertellen de link tussen nu en toen. Hè. Zij is in 1907 geboren, dus dat was een totaal andere tijd. Ze heeft de MULO gedaan, ik heb ook de MULO gedaan. Ze heeft HBS gedaan. En haar vader die geloofde eigenlijk niet in haar potentie. Mijn vader geloofde wel in mijn potentie. Dus dat is wel een voordeel geweest voor mij. Hij raadde haar af en zei ze moet onderwijzer worden. Ik weet nog, in de tijd toen ik studeerde, zei mijn moeder, je gaat geen pedagogiek studeren, hè? Want alle Surinamers studeren voor onderwijzer. En ik had gezegd, oké, nee, dat ga ik niet doen. Ik studeerde communicatie. Wat mij ook opviel in haar verhaal is dat, en dat is een thema wat eigenlijk in Suriname niet besproken wordt, wat nu colorism heet, hè? Dat ze als zwarte vrouw niet geaccepteerd werd toen zij zich opgaf en geneeskunde studeerde. Maar ze behaalde haar diploma, in die tijd zeiden we nog Creoolse vrouw, nu zeggen we zwarte vrouw, dat is ook een andere tijd. En wat ik ook mooi vond aan haar verhaal is dat ze niet alleen maar bezig was met arts zijn, maar dat ze zich ook verdiepte in toneel. En dat ze zich ook opgaf om deel te nemen in de politiek, wat haar niet is gelukt. En wat heel mooi is om te zien dat in Nederland nu de eerste zwarte vrouw lijsttrekker van een politieke partij, dat het haar wel is gelukt. Dus we leven echt in een andere tijd. Ze ontpopte zich steeds als een voorvechter van de Surinaamse cultuur. Ik werk in een hele witte samenleving, maar de mensen die mij kennen weten dat ik echt Surinaams ben. En wat ik ook las is dat ze traditioneel gekleed ging in een kotto. En ik ben toen gaan terughalen van, oké, wanneer de laatste keer toen ik in een kotto aan had, was in de jaren 90. Ik was net vanuit Suriname, ik zal straks een verhaal vertellen, was ik in Nederland en mevrouw Maknak die kleedde mij aan. Die leeft nu niet meer. En ik weet, terwijl ze mij aankleedde, zei ze, Marjan, je komt uit Suriname, je bent best verlegen. Maar in Nederland moet je Asrandi zijn. En ik wist niet wat dat woord betekende, maar nu weet ik het wel. Je moet assertief zijn. Eigenlijk Asrandi is meer dan assertief. Maar voor de mensen die geen Surinaams verstaan, ja, wil ik het zo uitleggen. De Surinamers weten precies wat ik bedoel met Asrandi. Oké, dat is het verhaal van deels wat ik eruit heb gehaald van Sophie Redmond. Een vrouw die echt iets heeft nagelaten, een legacy. En ik zal dan verder gaan met mijn eigen verhaal, want dat was ook de bedoeling, dat ik mijn verhaal met de mensen die kijken deel. Ik dacht, hoe begin je als je over jezelf praat? En toen dacht ik aan mijn groottantes, de tantes van mijn vader, waar ik altijd naartoe ging aan de Burenstraat. En die waren heel oud. De oudste is 104 geworden. Ik ben naar één vernoemd. Marianne, tante Marianne Isaias. En tante Corrie.
En maar wanneer je voorstelt in Suriname bij de oude mensen, dan praat je ook over je grootouders. Dus ik ben de kleindochter van Jacqueline Dalger. Mijn grootvader is Herman Deekman. Jacqueline Dalger is later getrouwd met Willem van Duivenvoorde. En mijn opa is Edgar Spier en mijn oma is Elisabeth Isaias. En mijn tweede naam is Lisbeth. Ik ben vernoemd naar mijn groottante en naar mijn grootmoeder. En ik ben hier geboren in Amsterdam in 1970. Mijn ouders hebben toen besloten in 1976, wij gaan terug. We gaan Suriname opbouwen. Ik denk dat ik ook het idealistische karakter van hen heb. Dat zal ik zo delen. Ik groeide op, we kwamen aan in Paramaribo, aan de Koningsstraat hebben we gewoond. Daarna aan de Anamoestraat, in een houten huis. Mijn ouders waren best Europees georiënteerd, dus ik had een hele niet-specifieke Surinaamse opvoeding gehad in een Surinaams land waar een totaal andere cultuur was. Dus het was even wennen toen ik daar kwam in Suriname en naar school ging. Ik weet dat mijn vader zei, je gaat naar de basisschool waar ik ben geweest en dat was de Stelingsschool. En ik dacht terug aan de Stelingsschool. En toen, waar ik het meest aan herinner, is dat ik in de zesde klas, geloof ik, het liedje Hosianna moest zingen. Voor de mensen die op een EBG-school hebben gezeten, weten wat dat betekent. Hosianna, gezegend. Ja, en het was een eer om gekozen te worden om Hosianna te kunnen zingen in de grote stadskerk. Het was echt een eer. Daarna ben ik naar de Mulo-school gegaan, de Graaf van Sinsendorf-school. Weer teruggehaald van wat was echt Surinaams. Hè? Wat ik me herinner van de leraren in Suriname, die voeden je echt op. Hè? Die waren heel erg begaan. Als ik nu met mijn vriendinnen praat, althans de school waar ik op ben geweest, is dat als je ziek was, dat de juf echt zich afvroeg, wat is er? Je op thuis opbelde, hè? Of bezocht als je lang afwezig was. Daar heb ik nog een bijbelles gehad van dominee Breveld. Die op een hele leuke manier je eigenlijk uit het hoofd. Je moest uit het hoofd de 10 geboden leren. En ik kan het nog steeds, want hij was best streng. Je werd ook voor de klas gehaald om het te vertellen. Daarna verhuisde mijn vader, was districtsecretaris. Dus die verhuisde toen naar Brokopondo. Ik heb heel veel gependeld tussen Brokopondo en Paramaribo. Daarna verhuisde hij naar Nikeri. We zijn heel veel verhuisd. En ik heb ook een tijdje in Nikeri gewoond. Ik heb de vierde Mulo gedaan in Nikeri. En als laatste heb ik gewoond in Saramacca, Groningen. Dus ik heb behoorlijk veel van Suriname gezien. Binnenland. En ook genoten van Suriname. Ik mag zeggen, Suriname is een heerlijk land. Waarom ben ik hier? Hè? Dat zal je je afvragen. Waarom ben ik hier? Nou ja, tuurlijk. Ik vertrok in 91 naar Nederland om te studeren. En mijn eerste kennismaking was geen goede kennismaking. Ik ben geboren in Amsterdam. Ik had recht op een Nederlands paspoort. En je komt heel bleu aan. Gelukkig had ik alles geregeld. Ik heb al contact gehad met de burgerlijke stand. Mijn papieren waren in orde. Maar die meneer van de IND die zei, je hoort hier niet thuis. Je hebt geen recht op het paspoort. En ik was helemaal in de war. Ik weet nog dat ik met mijn neef Kendrick daar zat en ik huilend in de auto stapte. En ik dacht, hoe moet ik nu verder? Maar gelukkig waren al mijn papieren in orde en kon hij me dat niet onthouden. En daar heb ik meteen geleerd van dat ik Asseranti moest zijn. En dat ik echt op mijn strepen moest staan en moest leren wat mijn rechten zijn. Het grappige is dat ik nu adviseur ben van de directeur van de IND. Dus het is full circle. Ik ging naar de hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam. En mijn eerste studie die ik deed is bestuurskunde. En daar kreeg ik weer een ervaring met de Nederlandse cultuur. Ik weet nog dat sommige docenten zeiden, er zit een spark in jou. Er zit iets in jou. Je gaat ver komen. Ik was daar totaal niet mee bezig. Ik had absoluut geen plan. Maar wat er wel gebeurde is dat een docent aan mij zei, je hoort hier niet thuis. En dat was de tweede keer dat ik het hoorde. Maar ik dacht, kan mij wat schelen, ik hoor hier wel thuis. Wie denk je wel dat je bent? Want ik was Asseranti geworden. Daarna ben ik gaan werken, heel veel bijbaantjes gehad. Ik had een bijbaantje bij de Bijenkorf als parfumeriedame. Ik weet nog, dat was begin jaren 90 in Den Haag.
was de eerste zwarte vrouw die een bijbaantje had als parfumeriedame in de Bijenkorf. Mijn tante werd zelfs opgebeld van je nichtje werkt in de Bijenkorf. In die tijd, dat was begin jaren 90. En zo is dat als een soort rode draad geweest dat ik altijd een pionier moest zijn op verschillende plekken. Ik werkte bij het ministerie van, Buitenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat. En daar maakte ik weer iets mee. En ik vertel deze verhalen omdat ik wil laten zien dat het maakt niet uit wat men zegt, wat men naar je toe gooit. Gebruik het als een stepping stone om verder te gaan. Er werd mij gewoon gezegd, want ik hou van vlechten, maar ik kan ook mijn haar feunen. En mijn collega zei, ik vind dat gefeunde haar toch mooier bij je staan. En ik dacht, oh nee, dan ga ik nu mijn vlechtjes dragen. Want ik ga carrière maken met die vlechten. Ik werkte bij een reclamebureau en bij een telecommaatschappij en heb heel veel geleerd van ook... Ik kan me nog herinneren, Ton, een witte man, een manager, die zei toen aan mij, Marjan, je bent een zwarte vrouw, je bent intelligent, je hebt een hoog IQ, gebruik dat als je kracht. En dat vergeet ik nooit meer, dat heb ik ook gedaan. 8 jaar lang heb ik gewerkt bij de Hogeschool van Amsterdam als manager en heb ik echt heel veel studenten kunnen zien groeien. We begonnen met 60 studenten, uiteindelijk werd het 400. Ik was de enige zwarte vrouw daar. Er was 1 zwart meisje maar op die school. En ik had leiding over 24 docenten. Ik zal je alle tegenslagen maar besparen, maar je weet dat als je als enige zwarte vrouw, als manager en de jongste, dat niet een makkelijke tijd is geweest. Maar het heeft me geleerd om Asranti te zijn. Wat ik toen ontdekte in 2010 is dat ik ging naar een TED-conferentie. En TED staat voor Technology, Entertainment en Design. En ik raakte heel erg geïnspireerd door de verhalen die mensen vertelden. Eenvoudige verhalen door eenvoudige mensen die geweldige verhalen vertelden. En het eerste jaar was het allemaal een blur. En ik dacht, wauw, dit is het, dit... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mensen uit de hele wereld, uit Azië, uit Amerika, Europa, maar allemaal hebben ze hetzelfde gedachtegoed. En ik vergeet nooit meer dat ik daar was in 2010 toen Chimamanda Adichie haar verhaal hield over the single story. Dat er meer dan 1 verhalen zijn. Dat we, en dat is een hele mooie TED-talk als je interesse hebt om dat te bekijken. En ik kan me nog herinneren, waren de enige 2 zwarte vrouwen die zaal. We waren in Oxford in een fantastisch mooi oud pand. En ze was klaar met haar talk en ik was zo trots. Want je zag dat iedereen toch een beetje haar aan het onderschatten was. Maar het was zo'n geweldige talk dat iedereen op haar afliep. En wij liepen naar elkaar toe. En het eerste wat ze zei is, sister. En ik vergeet het nooit meer. Zij kan zich niet meer herinneren. Ik heb er nog over gehad. Maar dat was haar eerste uiting. Omdat het toch als enige zwarte vrouw anders is om te manifesteren in en je te opereren in deze westerse maatschappij. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik in opdracht van de gemeente Amsterdam de Black Female Achievers programma, het programma ben gestart, 5 jaar geleden, om zwarte vrouwelijke rolmodellen een platform te bieden. En wat ik merkte, ik weet nog dat ik de eerste keer, en ik zei nog aan de gemeente, het was ook een zwarte vrouw die mij die opdracht gaf, ik zeg, ik wil jugu jugu kosten, want het is heel jugu jugu om dit te doen, maar ik ga het doen. En na de eerste keer door zwarte politica, zwarte architecten, zwarte cardiologen te laten zien. Ik weet nog dat de eerste keer dat gebeurde, 2 jonge meisjes van begin 20 naar mij toe kwamen met tranen in hun ogen. En die zeiden, ik heb nog nooit een zwarte cardioloog in het echt gezien. Ik heb nog nooit een zwarte architecte in het echt gezien. En toen wist ik hoe belangrijk het is om rolmodellen te hebben. Ik ga even een slokje water nemen. En het is nu meer dan ooit belangrijk als we kijken naar alles wat er gebeurt met de zwarte politica die nu zichtbaar zijn en die door echt de maatschappij bijna verguisd worden.
hebben onze jonge zwarte mensen het nodig om te zien dat ze alles kunnen worden. Ik ben ook ondernemer. Na de Hogeschool van Amsterdam heb ik besloten, ik ga niet meer voor een baas werken. Ik word mijn eigen baas. En ik heb in meer dan 20 landen gewerkt. Het eerste land wat er heel veel impact op mij maakte was Algerije. Wij moesten daar 4000 jonge mensen trainen. Jonge mensen zonder hoop die allemaal hoog opgeleid waren. En dan heb ik het op master, PhD niveau, maar die geen baan konden vinden. En ik vergeet het nooit meer dat ik, als we het hebben over wat laten we na, wat geven we terug. Sophie Redmond was iemand die ook de arme mensen hielp of de mensen die de kansen niet kregen. Dat het zo belangrijk is om ook terug te geven en je krijgt er zoveel voor terug. Voor mij is het meer universeel. Ik zit natuurlijk niet alleen maar in Nederland of in Suriname. Dus ik ben naar meerdere landen geweest. Bijvoorbeeld in Moldavië heb ik daar, dat wat veel mensen niet weten. In Moldavië is een land, is het armste land in Europa. Waar mensen echt nauwelijks te eten hebben. Het is heel, wat mij daar het meeste raakte, is dat toen ik de jonge vrouwen daar een compliment maakte, dat ze huilden. En ik dacht, deze vrouwen hebben nog nooit een compliment gehoord. Hoe belangrijk het is om niet alleen maar te inspireren, maar ook mensen te waarderen. In Amerika heb ik een opdracht gedaan als ondernemer, waarbij ik Amerikaanse studenten, zwart-Amerikaanse studenten en studenten die Trump-supporters zijn, bij elkaar moest brengen. En ik zei, waarom vragen jullie mij om dit te doen? Ze zeiden, nou, iedereen in Amerika is gekleurd, dus we moeten iemand hebben, dus gekleurd in denken. We moeten iemand hebben die daar met een objectieve blik en de mensen kan begeleiden. Zo gezegd, zo gedaan. En het grappige was dat na de sessie van een dag, de studenten die Trump supporters zijn, ik weet niet of ze dat nog steeds zijn, mij een berichtje stuurden en zeiden, dankjewel dat je naar ons luisterde en dat we eindelijk weer met elkaar in verbinding staan. Maar wie ik daar ook ontmoette was Simone Sanders, voor sommigen wel bekend, is een bekende CNN-journaliste die toen werkte voor Bernie Sanders. En ik nodigde haar uit om naar Nederland te komen om een TED-talk te houden, omdat ik ook die events organiseer. En ik weet nog dat ik met haar wandelde in de stad en het was ook hier in de buurt, logeerde zij. En ze zei, ik wil, en het is een vrouw van toen 29, en ze zei, ik wil een politiek strateeg worden en ik wil echt een verschil maken in Amerika. En op dit moment is zij de strategisch adviseur van Kamala Harris, een jonge zwarte vrouw. En daar zag ik dat alles mogelijk is. Soms denken we dat het systeem alleen maar tegen ons is. Maar we moeten één elkaar supporten en proberen te navigeren binnen het systeem, zodat we het systeem kunnen verslaan. Dat doe ik door middel van Femstart. En dat is een platform voor vrouwelijke ondernemers die geen geld kunnen halen, financiering voor hun bedrijf. En door middel van Fempreneurhulp ondersteunen wij ook vrouwen door middel van een mentorprogramma wiens bedrijf geraakt is door corona. Dus die gaan door moeilijke tijden heen. Ik heb nog een klein beetje te vertellen. Ik hou de tijd in de gaten. Want ik doe zoveel. Ik ben ook bestuurder. Ik zit in de raad van toezicht van het Van Gogh Museum en raad van bestuur van de Van der Ende Foundation. Raad van toezicht van het Rutgers. En wat ik merk is dat hoe belangrijk het is als zwarte vrouw om ook invloed te hebben, zodat je weer plaats kan maken voor andere zwarte mensen. Wat ik iedere keer bij iedere meeting zeg, is we hebben het niet over inclusie en diversiteit, we hebben het over toegang. Talent, jonge zwarte mensen die getalenteerd zijn en die toegang moeten krijgen tot plekken waar zij geen toegang hebben. Waarom doe ik dit allemaal? Soms weet ik het ook niet hoor. Ik heb een nicht die altijd zegt, meisje, ik word moe van je als ik naar je kijk.
Ik geloof dat je... Ik ben christelijk opgevoed en ik ben een christen. En ik geloof dat... één, je gelooft, hè. Je hebt een geloof. Maar je moet ook een purpose hebben. Je moet een doel hebben. Je moet een legacy en je moet iets achterlaten. En dat wil ik mensen inspireren. Want toen ik daar in Suriname zat... en die encyclopedieën bekeek van al die landen... wist ik niet dat ik 44 landen zou bezoeken. Dus als je vanuit Suriname kijkt... er is altijd hoop om een legacy achter te laten. Dank je wel. Wow. Mooi. Heel mooi.